vooral familiefeesten, Surinaamse familiefeesten met lekker eten. Oeh, dat vind ik super, dat vind ik helemaal te gek. Als ik uitga, dan wil ik wel alleen maar dansen, 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 dansen. Ik sta niet langs de kant. Waar je voor moet uitkijken is inderdaad te veel stemmen acrobatiek. Hoe meer je gewoon de noten zingt, hoe puurder je het houdt, hoe mooier het wordt. Ja. Het repeteren ging wel goed. Ik moet alleen nog even letten op het niet te veel willen improviseren. Ik zing het laatste refrein nog eens. I was so right. I was so right. Het liedje is gekozen door Henk Jan eigenlijk, maar ik had hem ook ergens in mijn hoofd. Ja, ik zat in de auto naar Edwin Evers te luisteren en die draaide hem als uuropener. Dus ik heb meteen Sharon gebeld. Ik heb een song voor je, The Boss. En zij zei, oh, van de Braxtons. En ik bedoelde hem van Diana Ross. Dan zie je gelijk het leeftijdsverschil. Het moeilijkste vind ik aan dit liedje is dat het zo kort is. Diana Ross is de meest succesvolle zangeres uit de popmuziek. Ze breekt begin jaren 60 door met de Supremes. Maar als haar ego te groot wordt, gaat Diana solo verder. Onze volgende kandidaat doet het nummer van de Supremes ook helemaal in haar eentje. Maar haar ego is zeker niet te groot. Ze zingt The Boss. Dames en heren, Sharon! Heb je genoten? Heel erg, heel erg. Vond je dat het goed ging? Ik hoop het wel, ja. Want afhankelijk van het publiek en van de jury. Ja, het publiek ging uit zijn dak! Ja! Ja! Dat was duidelijk. Henk Jan. Nou, ik ook. Dit is gewoon ongelooflijk. Ik ben zo trots dat mensen als Sharon mee durven doen aan een wedstrijd als dit. Zij is geen kandidaat, zij is een artiest, zij is een ster. Zij is gewoon zo waanzinnig getalenteerd. Het is gewoon niet normaal. Echt niet normaal. Mooi. Maar goed, Henk-Jan, jij bent de coach. Dus ik kan me voorstellen maar, dat je ja, dat maar zegt. Los, ook als bij een andere categorie ja, we gaan naar de andere categorie. Ja, ja. Henk? Henk? Ja, ik vond het ook goed. Ik ben wat minder enthousiast, maar ik vond het wel goed. Heb je verstand waarom van ben je wat minder ik heb, enthousiast? Nou ja, ik bedoel, het gaat erom... ik ben geen fan van stemmen die op, zeg maar dus op deze manier klinken. Maar ik vind wel dat ze vreselijk goed zingt. Maar dat is... Ja, sorry.
Marianne, wat heb jij erop te zeggen? Nou, weet je wat nou zo vervelend is, Henk-Jan en Sharon? Ik vraag me af. Nou, wij hadden jou zo ontzettend graag bij The Wiz willen hebben. Want daar zitten allemaal dat soort kanjerstemmen in, zoals jij. Maar toen was je al ingepikt door de X-Factor. En ik ben bang dat je daar heel hoog gaat scoren. Nou, dankjewel. Als jij ook nog veel meer van Sharon wil zien, onthoud dan vast haar nummer. Dat is 0909-0306. SMS'en kan ook. SMS dan 5656. En stuur dan haar naam Sharon in een berichtje.